Hallo leuke goochelvrienden en toffe goochelvriendinnen. Vandaag moet ik jullie iets vertellen. Ik heb namelijk een heel rare droom gehad. Ik was aan het dromen dat ik weer een goocheltruc aan het doen was met mijn favoriete speelkaarten. Ik selecteerde een kaart. Maakt natuurlijk niet uit welke kaart, laten we zeggen deze kaart. Dat is bijvoorbeeld schoppen 3. Ik deed iets heel speciaals, omdat ik toch zeker wilde zijn dat dit mijn kaart was. Dus ik nam een stift en ik schreef mijn naam op deze kaart. Jullie weten natuurlijk mijn naam al. Mijn naam is Meldy. Dus ik schreef op de kaart... Mel. Want met Mel weet je het wel. De kaart ging vervolgens terug gewoon op het spelletje kaarten. Ik vervolledigde het spelletje kaarten. En ik droomde rustig verder. Maar toen ik dan plotseling wakker werd, dan ging ik kijken. En in mijn spelletje kaarten was de schoppen 3 nergens meer te vinden. Ik zocht het hele spel kaarten af. Ik bleef zoeken en zoeken, maar ik vond nergens meer mijn schoppen 3 kaart terug. Dit vond ik natuurlijk al heel bizar. Want mijn kaart was nergens meer terug te vinden. In het hele spel kaarten vond ik nergens nog de schoppen 3. Nu, dit was al een vrij bijzondere droom natuurlijk. Want hoe kan een spelletje kaarten, hoe kan één speelkaart nu zomaar verdwijnen uit een compleet spel kaarten? Ik dacht, daar ga ik eens even over nadenken. Maar als ik nadenk, dan eet ik daar heel graag een zakje chips bij. Zoals je kan zien, is dit een gewoon regulier zakje chips dat ik heb gekocht in de plaatselijke supermarkt. Zoals je kan zien, perfect afgesloten. Maar toen ik het zakje chips opendeed en ik begon de chips uit te strooien, toen merkte ik dat er tussen de chips één speelkaart zat. En uiteraard, geloof het of niet, maar deze speelkaart was ook weer de schoppen 3. Ik dank jullie voor het kijken. Ik zie jullie graag terug in een volgende video. En ik ga nu lekker mijn chips opeten. Dag lieve goochelvrienden en goochelvriendinnen.